jonge Achterhoekse leverde in het kader van een stage bij haar masterstudie Nederlands een belangrijke bijdrage aan een unieke expositie in de Vrije Universiteit Amsterdam over de 17e eeuwse dichter Willem Sluiter. De expositie wordt gehouden onder de titel Van Achterhoek tot Amsterdam, Willem Sluiter 350 jaar, gedrukt, gelezen, gezongen. Met op de achtergrond druk publiek bij de feestelijke opening, vertelt zij erover. Deze tentoonstelling is eigenlijk het eindproduct van mijn stage hier aan de VU. Ik heb zo'n drie kwart jaar, tot een jaar geleden zeg maar, werd ik benaderd door Nina eigenlijk. Van hey, is dit project niet iets voor jou? Want je komt uit de Achterhoek, je hebt wat met literatuur. Dus toen was ik eigenlijk direct wel geïnteresseerd. En ja, ik heb hier eigenlijk twee dagen per week, drie kwart jaar in de studiezaal gezeten. Ik heb ontzettend veel bundels van Sluiter bekeken, van binnen en buiten. Ik heb ze helemaal doorgebladerd en ja, geprobeerd de uniekste kenmerken er eigenlijk uit te halen. In de tentoonstelling heb ik geprobeerd om van ieder werk wat te laten zien. Het is natuurlijk lang niet alles, want er is nog veel meer te zien. Maar in ieder geval, de mooie prenten zijn zichtbaar. We gaan van het buitenleven eigenlijk naar de theologische werken. En daarna sluiten we eigenlijk af met de liederenbundels en de doodsgedichten. Dus we maken eigenlijk een soort van reis door zijn werken heen. Nou ja, ik ben een aantal van zijn werken gaan lezen. En ik herkende me heel erg in die lofzang op het buitenleven. Ik ben zelf echt niet iemand voor de stad. Dus ik kan me heel erg vinden in die rust en die ruimte in de Achterhoek. En dat is waar hij toch wel onbekend staat. Dus dat vond ik heel mooi dat hij dat benadrukte. En daar kan ik mezelf ook echt in vinden. Dus vandaar heeft het eigenlijk mijn interesse gewekt om daar iets mee te doen. Je zit in het onderwijs nu al. Ja. Ik begrijp dat je zelfs met Sluiter al iets gedaan hebt. Eigenlijk nog niet. Nee, ik was tot nu toe eigenlijk vooral heel erg druk met de voorbereidingen hiervoor. Ja. Maar ik wilde zeker nog wel iets in mijn lessen van toepassen. Dat lijkt me echt ontzettend leuk. Denk je dat het mogelijk is? Je zit op een middelbare school in Doetinchem. Ja, in Doetinchem inderdaad. Het is het Houtkamp College. Oh, ja, het is vrij nieuwe school. Ja. Maar het is wel zo dat je erg vrij bent om je lessen in te vullen. Dus ik wil zeker nog wel... ik heb een lesje boekhistorie al gedaan. Dus ik wil daar zeker nog wel iets van Sluiter in meenemen. Heel vaak bij de VU geweest het afgelopen jaar? Ja, klopt. Ik was hier elke dinsdag en vrijdag eigenlijk. In de studiezaal achteruit. Want die boeken kunnen natuurlijk niet zomaar mee in het trein naar huis. Dus ik moest ze echt hier bekijken en bestuderen. En daar zitten heel wat uurtjes in, inderdaad. Om het allemaal bij elkaar te krijgen en de unieke kenmerken eruit te halen. Het was een hele klus, maar ik ben blij met het resultaat. Je hebt ook nog bij de afronding van jouw studie iets met iets heel speciaals van Sluiter gedaan, zijn anagrammen. Ja, klopt. Dit is iets wat mij opviel direct al aan zijn werk. Dat hij zijn werken vaak afsloot met een anagram. En als je kijkt naar andere dichters uit zijn tijd, dan werd dat niet zo heel veel gedaan. Er waren er wel een aantal, maar Sluiter die heeft dat eigenlijk bij elk werk gedaan. En je ziet het ook terug in één bundel die hij heeft uitgebracht met uitsluitend anagrammen. Dus toen ben ik daar eens naar gaan kijken en dat onderzoek ligt nog. Dus er valt nog veel meer te onderzoeken, maar het is wel heel interessant. Ja. Nog één vraag over het onderwijs. Denk je dat het mogelijk is om jongere mensen nog te interesseren voor Sluiter? Ik denk dat het dan wel op een andere manier natuurlijk geïntroduceerd moet worden en gebracht moet worden. Want ik werk natuurlijk met jongeren en van nature zijn die niet heel erg geïnteresseerd in de 17e eeuwse literatuur. Je zou natuurlijk wel een les kunnen invullen met het zelf maken van anagrammen op je naam. Dat soort interactieve activiteiten, dat zou wel de jeugd ook wel aan moeten spreken, denk ik. En ik denk ook dat het wel een heel actueel iets is wat hij aanraakt, omdat de steden natuurlijk steeds drukker worden. En er komt een soort verlangen naar het buitenleven weer, wat nu dus weer heel erg in opkomst is. Dus dat denk ik zeker wel dat bij de jeugd ook weer gaat spelen.